Hallo, ik ben David, gepassioneerd videomarketeer sinds 96 en in deze video ga ik het hebben over het opbouwen en onderhouden van langdurige verkooprelaties. Wist u dat het opbouwen en onderhouden van een langdurige verkooprelatie de belangrijkste vaardigheid is van de top 10 van beste verkopers? Als je alles wat we weten over communicatie kunt meenemen, in een grote pot kunt stoppen, kunt koken en distilleren tot een kritische essentie, dan gaat het om het belang van relaties in een verkoop. Het grootste deel van uw succes in het leven zal afhangen van uw vermogen om goed met andere mensen om te gaan en van de kwaliteit van uw relaties. Psycholoog Sidney Gerrard ontdekte dat 85% van iemands geluk in het leven voortkomt uit de gelukkige interacties met andere mensen. Het omgekeerde geldt ook. 85% van iemands verdriet of problemen in het leven komt voort uit de moeilijkheden om met anderen om te gaan. Maar alleen de allerbeste menselijke relatiedeskundigen kunnen herhaaldelijk verkopen aan een grote verscheidenheid van mensen. De enige manier waarop u het soort grote geld kunt verdienen is door gemakkelijker en vaker te verkopen aan de prospects met wie u praat en dan die prospects te gebruiken als getuigenissen om zo anderen te overtuigen. Alle topverkopers bouwen en onderhouden hoogwaardige zakelijke en persoonlijke relaties met hun klanten en verkopen jaar na jaar aan hen. De grote waarheid is dat je kunt leren om een krachtige communicator te worden. Niemand wordt geboren met het vermogen om effectief te communiceren. Communicatie is een leerbare vaardigheid. We zijn allemaal gevoelig voor de kwaliteit van onze relaties met mensen. We zijn vooral emotioneel en we nemen de meeste beslissingen op basis van hoe we ons van binnen voelen. We kunnen alle logische en praktische redenen om al dan niet een product of dienst aan te schaffen, zorgvuldig afwegen. Maar uiteindelijk hebben we de neiging om ons buikgevoel te volgen. We luisteren naar onze innerlijke stem. We gehoorzamen ons hart. Waar er geen goede relatie is, is er geen verkoop. Alles wat u ooit geleerd hebt van waarde in het vak van verkoop, met betrekking tot uw product of dienst of persoonlijkheid, is alleen nuttig in de mate waarin het bijdraagt aan het opbouwen van hoogwaardige relaties met klanten. Hier zijn twee dingen die je onmiddellijk kunt doen om deze ideeën in praktijk te brengen. Ten eerste, word een relatie-expert in de verkoop. Focus eerst op de relatie en de verkoop zal zorgen voor zichzelf. Ten tweede, zorg voor uw relaties als je eenmaal hebt opgebouwd. Het blijft een never-ending story. Als je dit een interessante video vond, schrijf dan zeker in op onze gratis tips en abonneer je op ons YouTube-kanaal. En like ons op Facebook. Mocht er nog iemand baat bij hebben met deze informatie, deel dan deze video met je vrienden of collega's. Ik vond het aangenaam om wat extra kennis te delen. Zoals ik regelmatig zeg, goede gewoontes zorgen voor goede resultaten. Veel succes!